Ja, mooi. Ik ben Theo de Groot. Ik ben theatermaker. Ik ben regisseur, schrijver en ik speel ook. En ik ben daarnaast ben ik ook leraar of docent in de Groningen Tol in letterkunde. En dat houdt dus in dat je les maakt, geeft en dat er ook van je gedacht wordt, dat verondersteld wordt dat je veel mooi van de Groningen Tol en van de Groningen cultuur, en dat mag ik dus onderwijzen. En dat doe ik al 12 jaar ongeveer. En op dit moment ben ik coördinator. Dit is echt een goud woord voor iets Grunners, denk ik. Coördinator van het Centrum voor Groningen Tol en Cultuur hier in Grun. En dat is CGTC, hoort dat. En dat is een soort fusie van de Rijksuniversiteit Groningen en van het Huis van de Groningen Cultuur, dat is een soort activiteitencentrum. Dus doen we allerlei dingen met bedenken als CGTC, dat je hem ook hebben, dat je van down hebben met de Groningen Tol en Cultuur. Ik kom uit Delfzijl. Delfzijl is een klein plaatsje aan de dijk. En de dijk is vlakbij de Dollard. En Delfzijl heeft zo'n 20.000 inwoners, denk ik. En ik heb door. Tot mijn 19 heb ik doorwoond en toen ben ik naar stad Grunhoorn en in Grun heb ik gestudeerd, heb ik een half jaar geschiedenis gestudeerd en toen vond ik er niks meer aan en toen heb ik poëzie in Londen waakt met geestelijk gehandicapten en ben ik weer omgekomen en toen heb ik aan de universiteit heb ik pedagogie gestudeerd. Dat heb ik per jaar gedaan. En daarna ben ik gewoon in het theater, wezen dood, heb ik veel gespeeld. En toen mijn pa en moe dood waren, toen kwam er toevallig een vacature vrij om docent in de Groningen Tol en letterkunde te krijgen. Nou, ik vind het Groningen Tol interessant, nooit zozeer al belangrijk, ja ook al belangrijk, maar nooit zo belangrijk dat je zegt van elke nooit maar het leren, dat vind ik zelf nooit. Ik vind het zelf meer interessant om te kijken voor een woordstijd. De Groningen cultuur in deze tijd, waarin alles verandert. En mensen overal vandaan komen. Als je bijvoorbeeld hier in de stad kijkt, dan komen er al veel mensen van Boetnoof hierin. Boetenlandse studenten. Nooit alleen Boetenlandse studenten die Engels praten of andere taal, maar ook, nou ja, migranten. Door de Tweede Wereldoorlog, vanaf 50 jaar, een halve mensen die van Boetenhof hierheen kwamen. Vanuit Turkije, Suriname, de Antillen, de Molukken, om nooit te vergeten, Indonesië. Die kwamen hier ook in natuurlijk. En ja, dat heeft het toch een beetje verzorgd dat we een beetje in een melting pot terecht ben komen. In een smeltkroes terechtkomen. Zo naam ik het in maar. Dus door binnen het Groningen Tol en cultuur een eigen plek. En tegelijkertijd moet je ook zeg maar zijn in vergelijking met de andere culturen die Nederland rijk is. En dat vind ik interessant, gewoon voor stuit de Groningen cultuur tegenwoordig. Wat zal ik meer over mezelf? Ik woon al 24 jaar in stad, denk ik. 30 jaar. Ik ben trouwd, ik heb een vrouw, ik heb twee kinderen, die wonen allemaal in Grun. Mijn vrouw, die zit ook in het theater en mijn kinderen, die zitten gewoon op school. De een is 10, vandoor is 10 geworden en de ander is 14 jaar geworden. En daar hoort Jonne en Ties, dus dat zijn mijn kinderen. En ja, wat zou ik er verder mee zeggen? Ja, hobby's, ik ga er graag op uit, ik wandel graag. Ik ben graag in de natuur, ik vind voetbal mooi. Nou, ik doe dus al veel verschillende dingen eigenlijk. Ik kwam net twee mensen binnenlopen, ik kwam net wel er binnen, maar waarschijnlijk studenten van de studie multilingualisme, denk ik. Ja, wat zou ik verder zeggen? Dit is mijn bijdrage. Ik spreek min of meer een soort hogelandst, moderne hogelandsters, maar er binnen ook nogal veel tol-dialectversies van het Grunners. Je hebt het Veenkolonie, je hebt het Toldaams, de Hogelandsters, de Westerwolds en het Westerkataaiers. Het Westerkataaiers, waar op het Fries ligt juist op de grens van Grun en Friesland en de Malvo met mekaar, komt het halve met mekaar van ooit. Dus mijn Grunners is een soort Hogelandster, Grunners.
Maar ja, eigenlijk geen van die vier variaties kun je nooit meer echt meer spreken. Want alles wat zo langzamerhand al een soort grunners is, daar ben ik van overtuigd. Dat was het wat mij betreft. Mooi.